We herdenken vandaag de islamitische aanslag van 22 maart 2016. ...32 mensen werden vermoord en honderden zijn getekend voor het leven. Velen van hen wachten nog steeds op steun van de overheid. Een overheid die zijn prioriteiten niet juist heeft, die IS-strijders terug wilt halen naar slachtoffers van islamitische aanslagen in de kuil laat staan. Het Vlaams Belang staat aan de kant van de slachtoffers. Onze mensen moeten op de eerste plaats komen.